Hoewel Audi al 25 jaar de A3 in elkaar schroeft, kregen we pas 10 jaar geleden het eerste echte RS-derivaat. En die RS3 is nu toe aan zijn derde generatie en belooft een brok onvervalst rijplezier te worden. Maar is dat ook echt zo? Wel, dat gaan wij vandaag uitzoeken. Ik ben Yves van Autofans en dit is de nieuwe Audi RS3. En dat is ook een RS3. Denk je snelle, compacte karren van de Volkswagen-groep? Ja, dan denk je er meteen die overgebruikte 2 liter viercilinder bij. Je weet wel, dat motorblok dat ook wordt gebruikt in de Volkswagen Golf GTI, in de Golf R, in de Seat Leon Cupra, in de Polo GTI, in de Audi SQ2, de Audi S3. Zelfs de Porsche Macan heeft een viercilinder voorin liggen die eigenlijk gelijkend is op die van de Golf GTI. Maar deze RS3... dat is een volstrekt buitenbeentje, want al vanaf de eerste generatie gebruikt deze RS3 geen viercilinder, maar wel een 2,5 liter vijfcilinder. Je weet wel, zoals de originele Quattro. Die vijfcilinder is op zich al uniek genoeg om een hele video te vullen. Niet in het minst omdat Audi hem stiekem stal van de Amerikaanse Volkswagen Jetta. In de VS leverde Volkswagen namelijk sinds 2005 haar Jetta met een atmosferische 2,5 liter vijfcilinder. En niet alleen dat, die vijfcilinder die deelde zijn cilinderkop met de Lamborghini Gallardo en ja, ook de Audi R8, want dat zijn technische verwanten. Dus op een gegeven moment zal Audi dat vijfcilinderblok wel eens gezien hebben en gedacht, tja, hier kunnen we wel iets mee doen. Dus wat deed Audi? Audi nam dat vijfcilinderblok, schroefde er een gigantische turbo op. En het motorblok voor de Audi RS3 was geboren. In zijn eerste generatie leverde dat motorblok nog 340 pk en 450 Nm. Maar nu, in 2021 en in de nieuwe RS3, is dat motorblok maar liefst 400 pk en 500 Nm sterk. Toegegeven, op 10 jaar tijd lijkt dat niet als een gigantische vermogenswinst. Maar laten we eerlijk zijn, met alle nieuwe partikelfilters en strengere emissieregels, mogen we gewoon blij zijn dat er überhaupt nog een vijfcilinder in serieproductie is. Maar hoe zit het met de looks van deze nieuwe generatie RS3? Wel, hij neemt het RS-receptuur over van zijn grotere broers. Dan hebben we het over die gigantische snuit met meer grill dan bumperwerk. Dan hebben we het over die verbrede wielkasten vooraan en achteraan, die hem 3 centimeter breder maken dan de vorige generatie RS3. En dan hebben we het natuurlijk, uiteraard, ik ga je een mooi rondje draaien, over die 2 ovale eindtempers die wel echt zijn, maar tegenwoordig wel kleinere uitlaten daarachter verbergen. Nu, zijn er nog grote nieuwigheden bij deze nieuwe generatie RS3? Wel, dat gaan we nu eens bekijken. Robbe, swipe maar weg. De RS3 krijgt alvast een primeur in RS-land, want dit is de eerste Audi RS met een luchtuitlaat achter de voorste wielen. Alleen, als ik zo eens voel, denk ik niet dat dat echt is. Wandel je 's ochtends naar je RS3 en maak je hem los, dan word je begroet door een RS3 logootje in de koplampen. Nu goed, die letters die verdwijnen evenwel naar een geblokte vlag, want volgens Europese richtlijnen mogen er geen letters of cijfers in de koplampen of achterlichten van een auto staan. Saai. Voor het eerst in de geschiedenis van de RS3 kan je deze auto krijgen met optionele carbon-keramische remmen. En dat is geen overbodige optie voor klanten die geregeld het circuit opgaan, want de vorige generatie die had wel eens last van kromtrekkende remschijven. Hoewel deze RS3 breder is, veel meer veiligheidssnufjes aan boord heeft en ook een hele partikelfabriek achter de motor, weegt deze auto eigenlijk niet veel meer dan de eerste generatie. Tussen de 1,5 à 1,6 ton afhankelijk van hoe je samenstelt. En dat is in deze tijden van zeer obese auto's echt wel een zaligheid. Kijk, ik kan hem dus bijna echt opheffen. Ook voor het eerst optioneel op de Audi RS3 zijn optionele Pirelli P0 Trofeo R-banden. Dat zijn semi-slicks die ervoor gezorgd hebben dat deze RS3, eigenlijk iets correcter die Berline achter ons, het Nürburgring-record heeft weten te halen. Je kan die optioneel nemen op je straatversie, maar doe dat vooral niet, want dat is levensgevaarlijk. Een complete revolutie durven we deze RS3 alvast niet noemen tegenover zijn voorganger. Het lijkt er eerder op dat Audi de diamant nog wat verder fijn heeft geslepen. Maar hoe zit het met het interieur van deze RS3? Welkom in het interieur van de Audi RS3. De meest performante variant van die A3. En eerlijk is eerlijk, als je instapt, heb je dat niet echt meteen door. Al zijn er wel de nodige RS-accenten, dat klinkt zo geweldig, in deze RS3. Te beginnen met het stuur, dat een afgeplat stuurtje is dat in deze versie uitgevoerd is in Alcantara. En bovenaan krijg je een streepje in een accentkleur, afhankelijk van welke kleur je gekozen hebt in het interieur, om je recht door, hoe noemt dat, stuurhouding te bepalen. Dat is best wel
handig als je eenmaal aan het driften gaat met deze auto. Want ja, tegenwoordig heeft deze auto ook een driftfunctie. Wat zien we verder? Ja, RS vloermatjes, maar dat klinkt wel heel Auto 5 tuning gewijs. Je hebt deze RS stoelen die natuurlijk een stuk beter zitten, of toch een stuk beter bolstering geven dan de klassieke stoelen in de A3. Al vind ik ze niet extreem vormgegeven. Ik bedoel, het blijft een auto die gemaakt is om lange ritten te doen. Wat ga je nog opmerken? Ja, je hebt hier een RS-knopje op het stuur, waarbij je alle verschillende modi kan bepalen in deze RS3. En dat zijn er tegenwoordig echt wel veel. Want je hebt, als ik me het goed voorneem, ik ga zelf even drukken, heb je vier standaard modi, zoals Efficiency, Dynamic, wat had je nog staan, Comfort en Auto. Heb je ook nog RS Individual, waarbij dat je nog eens een zevental parameters kan aanpassen. Heb je nog RS Performance en heb je ook nog de RS Torque Rear functie. En als je die RS Torque Rear functie indrukt, dan gaat deze auto zich, ja eigenlijk, om het gewoon simpeler zeggen, dat is eigenlijk gewoon de driftfunctie van deze RS3. Merken we verder nog iets op? Ja, omdat het zich baseert op een Audi en een A3, is de afwerking hier echt wel op het niveau wat we gewoon zijn van Audi. Wij hebben één klein probleempje met deze RS3-variant. En dat is dat Audi een soort van sieraccentkleurtje in de luchtventilatieroosters heeft gestoken. En dat ziet er heel goedkoop Kia Picanto uit eigenlijk. Ik vind dat niet echt thuis horen in een Audi. Maar goed, gezien dat dit een sportback is, misschien eens achterin gaan zitten om te zien hoeveel beenruimte we hebben in deze RS3. Achterin deze Audi RS3 heb je buiten het contrasterende stiksel op de stoelen, ja, weinig echte RS-details. Dus dit is gewoon Audi A3 zoals je het gewoon bent. En spek je hem zoals dit exemplaar in het donker, dan is het de ideale auto voor kinderen die last hebben van het slapen in het licht. Want dit is een heel donkere auto achterin. Ik vind het best wel cozy, andere mensen gaan het misschien claustrofobisch vinden. Hoe zit het qua hoofd- en beenruimte? Ja, ik heb meer dan genoeg hoofdruimte. Qua beenruimte is het oké. Okay. Het is geen riante auto, maar goed, ja, het is natuurlijk ook maar een A3. Hè. Het is geen A6 of een A8. Weinig over te klagen en volgens mij als je dit naar beneden doet, heb je zelfs een goede armsteun. En meer moet je niet hebben om naar de lokale McDonald's te rijden. We gaan eens kijken trouwens hoe het zit met de koffer. Een van de verkooppunten van alle Audi RS-modellen die er ooit zijn geweest, is die combinatie van enorm veel kracht, de vierwielaandrijving en een grote koffer. Dus hoe zit het met de koffer van deze Audi RS3? Wel, met 282 liter is hij maar liefst 50 liter kleiner dan zijn voorganger, of de koffer van zijn voorganger. Dat heeft ermee te maken dat je nu die koppelverdelingssysteem met meer platen krijgt, hè, die dat torque vectoring system van Audi geeft. Dat zorgt voor meer dynamische kwaliteiten. Maar je moet dus wel 50 liter in op vlak van kofferruimte. En dat is toch al snel 100 blikjes energiedrank minder als je naar het circuit gaat. Al raden we je aan als coureur om niet echt energiedrank te drinken op het circuit. Maar goed, ja, over coureurs gesproken, zijn ze een stukje gaan rijden met deze RS3? Rijden met de RS3. En voor we gaan praten over hoe deze auto stuurt, gaan we nog eens even terug naar de specs van deze RS3. Dus je hebt die 2,5 liter 5-cilinder turbobenzine die 400 pk en 500 Nm koppel maakt. Hij gebruikt, of hij wordt aangestuurd door een 7-traps automaat. En ja, je hebt natuurlijk die vierwielaandrijving die typisch is voor alle RS-modellen. Dat recept is natuurlijk niet volledig nieuw, want dat kenden we ook al van de vorige generatie RS3. Je hebt dus wel iets meer koppel dan die voorganger en dat komt ook iets vroeger tevoorschijn, waardoor je dus spreekt over een sprint naar de 100 van 3,8 seconden. De grote nieuwigheid van deze derde generatie RS3 is echter die meer schijvenkoppeling achteraan, die ervoor zorgt dat er meer energie of meer koppel naar het buitenste wiel in een bocht gestuurd wordt. Dus met andere woorden, het is een soort van sperdifferentieel, maar ook weer niet helemaal. En het is een systeem dat je wat kan vergelijken met dat van de Ford Focus RS. We konden dat systeem al eens testen op een afgesloten circuit. En die video kan je trouwens bekijken op ons Autofans Plus kanaal. Dus heb je daar nog nooit van gehoord, rep je dan als de wieder weer gaat naar Autofans Plus en abonneer je ineens en kijk ook gewoon naar die video. Verandert dat systeem deze auto helemaal? Nee, dit is nog altijd een RS3 die zich heel gedwee laat zetten in de bochten en zich vooral zo neutraal mogelijk wil opstellen. Je hebt niet al te veel overstuur, je hebt niet al te veel onderstuur. Al kan je dat wel een beetje beïnvloeden door te spelen met de rijmodi. En ja, er zijn echt wel heel veel rijmodi tegenwoordig in deze auto. En dat zorgt er soms voor dat je wat staat te prutsen om de juiste rijmodi wel te vinden.
En heb je eenmaal de juiste rijmodi te pakken, ja, dan is dit echt wel een potente machine. Want op papier lijkt het wel dat hij dus minder pk heeft dan die Mercedes A45S AMG, hoe we dat ding ook tegenwoordig noemen. Maar ja, 400 pk is meer dan genoeg. En die vierwielaandrijving, die 4WD, ja, die trekt je gewoon alle bochten door. En nog belangrijker dan al die kracht en performantie vind ik dat als je deze auto in comfort of zelfs efficiëntie zet, het gewoon een hele stille, bruikbare A3 wordt. En ik had dat bijvoorbeeld bij de CLA en de A45, de AMG-alternatieven van deze rakker, ja, wel iets minder. Dat bleven echt wel performante auto's, zelfs in de meest zachte instellingen. Ja, en dan natuurlijk de pièce de résistance van deze RSD blijft dat als je eenmaal de zweep erop legt, dat je vergezeld wordt van die heerlijke vijfcilindermotor. En ja, zeker bij hatchbacks of performance hatches die allemaal tegenwoordig een viercilinder gebruiken, is dat gewoon een zaligheid. Ook al is die misschien iets minder efficiënt dan die viercilinders, ja, dat geluid, dat blijft een plezier. Zelfs met moderne filters achteraan is dit zo uniek dat je echt wel lol hebt. Net zoals kleinere broer S3 is deze RS3 een zeer evenwichtige auto geworden. En dat komt door die subtiele tweaks die uitgevoerd zijn bij deze generatiewissel. Ben je een goede chauffeur? Ja, dan kan je hier wel echt zeer potente dingen mee doen als je de juiste instellingen weet te vinden. Met zijn vanafprijs van €61.900 voor deze Sportback en €63.000 voor die berline achter mij, plaatst de Audi RS3 zich mooi tussen de Mercedes AMG A35 en de Mercedes AMG A45S qua prijs. En wat deze RS3 wat mist in zijn snedige karakter, maakt hij ruimschoots goed door zijn emotievolle vijfcilinder. Een Audi die emotievoller is dan een Mercedes AMG. De wereld staat echt op zijn kop. Wat goed is, hoef je niet altijd te revolutioneren. Denk maar aan de iPhone, denk maar aan de staafmixer of, om het in autotermen te noemen, denk maar aan de Porsche 911 GT3. Audi die wisten verdomd goed dat ze 10 jaar geleden een heel sterk product hadden met de RS3, waardoor het zich 10 jaar lang bezighouden heeft met het bijschaven van de auto tussen die generaties. En het resultaat is dat deze RS3 de beste RS3 is die we ooit gezien hebben met die vijfcilinder. En hoogstwaarschijnlijk ook de laatste RS3 met vijfcilinder.